Rail 1, gebouw brandt. Zo! Zo! Dus er is een onbekende stof aan het lekken uit een voertuig. Ze denken olie, maar ja, ze vragen toch maar de OVD misschien tot de adviseur gevaarlijke stoffen moet komen. Nu staan wij voor een gesloten spoorweg, overgang iets. En ja, TS is ter plaatse, dus die vraagt onze assistentie. Zou het hier links zijn? Ah. Een buitenbrand. Prio 1 inzet, ongeval met beknelling. Klinkt ernstig. Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Elders Boulevard Morgen. Vandaag ga ik op pad als OVD. Toch wel een verzoek die ik veel kreeg. Krijg. Nog steeds wel. Dus dat gaan we vandaag doen. Vandaag niet alleen. Ik heb een stagiair mee. Want deze mod heeft het voor elkaar gekregen om ook de supervisor met z'n tweetjes te laten gaan. Dus ze rijdt gewoon vandaag lekker met mij mee. Wat de OVD doet is in principe overdag zit hij op de kazerne, wat ik zo begrijp. Voor de rest kan hij ook vanuit thuis werken. Dus dat gaan wij ook doen. Of dat ga ik ook doen als die poort in ieder geval open gaat. Want ik wilde eigenlijk naar het huis van Michael gaan. Ja, we gaan het zien. Ja, het is wel zo. Dat zeg ik nu alvast. Jullie gaan... oh, wacht. Ik moet trouwens wel nog zo één ding doen. Jullie gaan waarschijnlijk wel... het gaat jullie wel opvallen dat ik meldingen aan ga nemen die niet voor de OVD is, zijn. En dat kan zijn een reanimatie, dat kan zijn een auto of een brand waar je dan als enige ter plaatse komt. Dus dat is natuurlijk een beetje, ik weet niet wat deze mod voor mij verwacht als supervisor. Want het is nu supervisor rol. Dus we gaan het zien. En ik hoop dat we er wat moois van kunnen maken. En een beetje een realistische video als OVD. Maar misschien is het wel zo dat je gewoon zelf de brandjes moet blussen en zo. We zullen zo even kijken bij, bij ons huis. Wat nou precies achterin zit, wat wij kunnen pakken, wat... Oké, die moet de bus halen. Wat wij voor een materiaal bij ons hebben. En misschien ondertussen krijgen we een melkje. Nee, die gaat niet open. Misschien stuurt het. Nou, normaal gesproken, dan zetten we hem gewoon voor de deur, joh. Zodat we snel weg kunnen zijn. Dan gaan we hier neer. Nu gaan we via de andere weg naar binnen. Goed, we gaan eens kijken. Achterin zullen we hier onze spullen kunnen pakken. Nou, we kunnen dus gewoon alles pakken als het goed is. Ja, oké. Top. Ah ja, één ding ging ik nog doen. Ik ben zo terug. Zo, wij zijn inmiddels binnen. Of ik. En hij nu ook. Nou, dus dit is ons huis. En wij kunnen boodschappen gaan doen. We kunnen alles gaan doen. Want wij werken zeg maar vanaf nu. Vanaf thuis. Vanuit thuis. Dus stel wij willen gaan boodschappen doen. Stel wij willen gaan sporten. Kan dat allemaal. Maar we moeten natuurlijk wel de, hoe heet het hebben. De auto en de pieper en al onze spullen bij ons. Dus ja. Dat. Daar komt een melding. Ja, we gaan een kijkje nemen AC. We hebben een melding. Een brand, wil je een TS? Kom. TS vraagt assistentie van een OVD. Er is een voertuig brand, ja iets met een voertuig aan de hand. En ze vragen eigenlijk assistentie van de OVD omdat ze niet goed weten wat er aan de hand is. Dan maken we ervan. Ja. Deurtje dicht. Zo. Deurtje dicht. Hallo? Zo.
En we zijn vertrokken. Prio 1 dus. Maar ja, dit zei ik dus in het begin. We gaan meldingen krijgen die de OVD sowieso niet echt aanneemt in het echt. Maar dan maken wij er gewoon iets van. Zoals nu. TS vraagt assistentie, ook al is er helemaal geen TS te plaatsen. Vrije ruimte ligt hier links in principe, staat maar één auto, maakt ruimte voor ons. Mag je 50, 40 kilometer harder dan toegestaan, dus we rijden ongeveer 80, 90 waar het veilig kan. Ik zie niks in de bocht, dus ik kan hier inhalen. Nu zie ik iets, nu kan ik inhalen, want de vrachtwagen rijdt rechtdoor. Lekker pik, straks hebben we in ieder geval beknelling vrachtwagen. Ja, nog steeds met stuur aan het spelen. Je kunt dus linksonder zien hoe ik stuur, wanneer ik gas geef, wanneer ik rem. Het is eigenlijk meer gas los en steeds een beetje corrigeren met het stuur dan remmen. Oeh, let op. Even sirene uit voor de beesten. Eigenlijk schrikken ze. Of ze zijn al geschrokken. Rechts, vrij, links, vrij. Politie zou te plaatsen zijn. Voor de wegafzetting ook natuurlijk. Ik negeer het. Ja, te plaatsen hè. Motor. Ja, dat is ook moeilijk. Dat kun je niet zomaar oplossen. Maar daar hebben we het spullen voor. Hope we got here in time. We zijn een beetje een SIF, snel interventievoertuig en een OVD. Hoi. Kan ik niks. Gewoon die motor maken. Ja, waarom ben ik dan gekomen als ik niks kan doen? Want ik heb niks anders geloof ik. Oh, sorry. Ja, sorry. Kom weg hè, kom. Probeer een motor te redden. Nee, kan niks anders. Hey, luister maat. Dan, ja. Ik weet niet wat ze nou wilde dat ik doe. Hij brandt niet. Zo. Dat is een goede stagiair. Die, Politie, help hem dan. Hij wordt in elkaar geslagen. Maat, ik ga niet mijn Mattie slaan. What? Hoppa, hoppa. Oeh, soepeltjes. Lekker pik, kom. Oh, hey, dat is niet nodig. Hè. Dat is niet netjes. Kom, hey, up, hey, hallo, hey. Hey, kom, vriend, luister. Ik kan jou... Hup, in de auto wachten. Nu, hup, ga. Ga niet luisteren, vriend. Oeh, hij luistert niet meer. En dan wacht, dat is wait on foot. Follow me, volg me dan. Jongens, de ballen, laat ze niet vallen. Wij zijn er van tussen. Want ik kan hier niks meer betekenen. Behalve een takelwagen vragen wanneer mijn taak is officieel. De politie heeft ook alweer een nieuwe melding. Hebben ze hem nou doodgemaakt? Oké, okay, nou top. Dat wilde ik eigenlijk ook al lang gaan doen. Zodat ik toch alleen was. Dus dan hoef ik dat niet meer te doen. Attention all units. Citizens report an apartment fire on...
Hebben we dat gekoppeld? Prio 1, gebouw brand. Hier in Limboland is er in ieder geval standaard OVD mee. Nu gaan we die discussie weer krijgen van ja, maar dat is helemaal niet zo. En ja, dat is hier wel. Of nou, laat ik het zo zeggen. Nu gaan we die discussie krijgen over die gaan niet standaard mee naar gebouwbrand. Dus dan zeg ik hier in Limboland wel. Of ja, meestal. Als ik hier op die P2000 kijk, die meldingen app of zo, dan zie ik bij elke gebouwbrand wel standaard OVD meegaan. Vaak is het, het wordt steeds minder hier, maar ik zag altijd TS, autoladder OVD, standaard. Maar nu is het soms ook gewoon TS OVD. Of TS OVD, of TS autoladder OVD. Maar OVD zit altijd wel een plaatje, en TS natuurlijk, maar dat is vrij logisch. Ja, die zien we niet toch. Wat kan dit zijn joh? Stripclub of zo? Ah, het huis van Franklin. Zo! Zo! What the fuck, hé? Oh, het schijnt niet meer uit. Oké, safe schalen meteen op, grote brand. Vanuit OVD kan dat. Ja, nu staan we er alleen voor. En ik heb nu 2 TS opgeroepen. Maar ik kan niet... Kut, ik kan geen helm opzetten. Die had ik als standaard moeten opzetten. Ja, dus ik moet nu gewoon blussen. Zeg maar, zeer onlogisch. Maar het is even niet anders. Wat ik wilde zeggen, hun komen ter plaatse. Kut. Hun komen te plaatsen, maar gaan niks doen. Hun komen te plaatsen, laten een sirene aanstaan en that's it. Dus nogmaals, we zijn gewoon alles in één vandaag. Maar we rijden dan gewoon met de tron. Het is echt... Vieze rook, hè? Dat is niet gezond. Een opschalig grip 1 in verband met rookontwikkeling. Hele rare kleur rook. Misschien wat ja, chemisch. Ik heb geen verstand van roken. Misschien chemisch. Dus misschien ook even een amber alertje eruit laten gaan. In verband met ramen en deuren gesloten. Amber alert, wat zeg ik nou? NL alert. In verband met ramen en deuren gesloten houden. Het is uitslaand. Ja, dat was wel duidelijk al. Misschien kan ik wel als supervisor met de B. Nee. Nou, ik kan niks echt met hun doen.
Oké, okay, we gaan binnenaanval doen. Ik denk dat dat hem was. Dat is wel een grote ontwikkeling. We gaan op het dak en hebben we een autoladder nodig. Zo. Wat zei brandmeester? De TS'en gaan de binnenverkenning nogmaals doen en dan zit voor ons incident al erop. Gaan we terug naar huis. 10-4. Ja, oké. Okay. Dankjewel jongens voor het komen. Dankjewel voor het helpen. Zonde. Attention all units. We've got a civilian requiring assistance on South Shambles Street. Units respond code 3. Ja, we gaan een kijkje nemen. Ik vind een olielek geen prio 3. Dus we gaan wel even prio 2 daar naartoe. Omdat het vaak gewoon een motor van een voertuig is die lekt. Eerder al een test ter plaatse, die heeft dus onze assistentie gevraagd. Dus ja. Ik ben er aan het denken. Olielek. Een lek van een stof, ze denken olie, misschien is geen olie, ze moeten er maar prio 1 ervan maken. Dus er is een onbekende stof aan het lekken uit een voertuig. Ze denken olie, maar ja, ze vragen toch maar de OVD misschien tot de adviseur gevaarlijke stoffen moet komen. Nu staan wij voor een gesloten spoorweg, overgang iets. En ja, TS is ter plaatse, dus die vraagt onze assistentie. Dat dacht ik toch. Ga uit dan. Oh wacht. Zo. Ik zag hem wel, maar ik deed er niks aan. Nog eens vrij. Daarachter staat geloof ik een TS. Vriend, je ziet me toch rijden, hè broer? Oh, dat is verkeerd knop. Ik moet die hebben. Die. In zijn P. Oké, okay, goed. Wat hebben we? TS ter plaatse, wij ter plaatse. Dat lijkt me geen olielek. Dat lekt niks. Het is een heel apart voertuig. Buiten dat het niet op de weg mag rijden, zullen we dat maar even negeren. Het heeft geen kentekens. Het is niet onze taak, de politie zal wel komen. Ja. Jongens, ik wil dat jullie eens gaan kijken of het toch met de warmtebeeldcamera. Mogen we even gaan kijken. Waar is de bevelvoerder? Ik wil hem spreken. Goeiedag Schotel. Hey, even volgende. Ik wil dat jullie met de warmtebeeldcamera gaan... kijken of er toch een brand is, want er komt toch wel zwarte rook uit. Ik zal ondertussen eens kijken of ik wat kan betekenen voor die motor. Misschien als dat helpt.
En de wegafzetting inderdaad. Het ziet er goed uit. Dus ja, top. There it is. Ik weet oprecht dat je iets met die toolbox kunt. Dus, ja, weet je. Hij start wel nog. Oh, hij lekt. Oh, hij lekt. Oh, hij lekt. Jongens, hij lekt. AC, grip 4. Hij lekt. Roger that. A tow truck is en route to a black service vehicle on South Shambles Street. Target vehicle license plate 4. Zo, het is nachtavond. Rustig geweest qua dienst. Zijn nog even bij iemand op bezoek geweest, weet ik veel. We gaan ons bed opzoeken en dan, ja, dan gaan we kijken wat de rest van de nacht ons nog gaat brengen. We hebben niet meer te lang door, maar we gaan nog wel een melkje of twee meepakken. Denk ik zo. Attention all units. Citizens report a fire on Innocence Boulevard. Ja. Unit respond code 3. Oké. Oproepen voor een brand. Ja. Roger. Ik weet niet wat voor een brand. En nu gaat de motor uit, ja. Sure. Ja. Ja. De deur is dicht. Goed zo. Dus nacht, dus avond. Dus we gaan, als het niet nodig is, de sirene niet te veel gebruiken. Mocht het wel nodig zijn, dan zetten we hem gewoon aan. Officieel moet je natuurlijk je sirene altijd aan hebben, dag en nacht. Anders ben je geen voorrangsvoertuig. Maar goed. Ik weet niet waar de brand is. Dus ik laat me volledig verrassen. Waar kan die brand zijn, joh? Normaal zie je wel locaties en denk je, oh ja, tuurlijk. Vaak pakt die woningen of iets, maar nu? Zou het hier links zijn, hè? Ah, een buitenbrand.
Nou, meldkamer OVD inzet hier niet nodig, maar aangezien de TS waarschijnlijk nog in een bed, of de bemanning van de TS nog in een bed ligt, zullen wij er even snel blussen. Met onze slang die we helemaal niet hebben. Gewoon gaan klimmen. Zo, brandmeester. 10-4. Thank you. Deurtje dicht. Goed zo. Attention all units, citizens report a serious MVA on Innocence Boulevard, respond code 3. Copy dispatch. Roger that. Prio 1 inzet, ongeval met beknelling. Klinkt ernstig. Fire truck on scene. De autoladder is ook gekoppeld. Het is precies dezelfde locatie waar we net waren. Ja. Auto X motor voor het politiebureau. Ik zie nog geen politieauto's hier naartoe komen. Dus we gaan de eerste hulp zelf doen. Betreft twee voertuigen waarvan eentje nog achterop is geknald. Ik zie niet veel schade. Dus oké. Okay. Slachtoffer van de motor is van zijn motor afgeslingerd. De bestuurster van de auto lijkt oké. Okay. Wordt wel sowieso even nagecheckt in verband met toch wel glasscherven. Die waarschijnlijk wel zijn. Die over en heen zijn gekomen. Meneer, kunnen mij horen? Oké. En eerst even zorgen dat onze eigen veiligheid voorop staat. Nee, ik hoef geen taxi. Goed. We hebben werkverlichting. Ambulance is ter plaatse. Hoi. Eén slachtoffer daarachter. Graag even verzorgen. Helpen. Dan doe ik het zelf maar weer. Jezus Christus. Hé. Eerste hulp. Hallo. Ja. En hij crasht. Meer. Heel veel. Hey mensen, ik ben bedankt voor het kijken. Als jullie een leuke video vonden, ik zie jullie graag over 2 dagen bij een nieuwe video. Wat dat gaat zijn, dat is geloof ik heel goed nadenken. Of ik heb hem nog niet ingevuld, of we gaan met de smart. De politie smart. Die ik ooit een keer heb gebruikt. Anyways, willen jullie dit nog vaker zien met de OVD en natuurlijk de Los Santos Rescue Division met de autoladder en met de TS? Laat het even weten in de reacties. Wil je een ander OVD voertuig zijn bijvoorbeeld? Hij moet wel bestaan. Laat dan ook even weten. En dan zie ik je over 2 dagen bij een nieuwe video. Doei!